Sinds april vorig jaar is Unity.nu naast de Leidse regio ook de lokale omroep voor Wassenaar. Dinsdagmiddag kwam het college van het dorp langs om een kijkje te nemen in de studio. Uh, het college kwam vandaag uitgebreid kennis maken met uh, Unity.nu. We hebben gekeken hier op de redactie en in de studio. En daarna hebben we een uh, goed gesprek met elkaar gehad over ja, onze plannen uh, voor de Wassenaar. Nou, het is ontzettend mooi om een kijkje in de keuken te krijgen bij uh, Unity.nu. En de nieuwe lokale omroep voor, uh, voor Wassenaar. En het is natuurlijk mooi om te zien hoe radio wordt gemaakt, hoe televisie gemaakt gaat worden. en uh, natuurlijk ook op het internet. En we hebben het juist ook over gehad, er gebeurt zoveel moois in Wassenaar: veel maatschappelijke initiatieven, maar ook vanuit de gemeente zelf. Uh, ja, en dat is natuurlijk mooi dat de inwoners dat meekrijgen. Dus ik ben blij dat er een actieve lokale omroep is. En het is leuk om hier in de keuken te kijken van uh, hoe dat daadwerkelijk wordt gemaakt. Het belang van een lokale omroep is volgens het bestuur van Unitypenu en het college van Wassenaar dan ook groot. Omdat juist uh, dat nieuws dichtbij, uh, dat dat op die lokale omroep uh, ook te zien is en dat dat vaak ook snel uh, te zien is. Uh, het is heel kenbaar en laagdrempelig en uh, het, het geeft ook een, een gevoel van samenzijn uh, in, in Wassenaar in dit geval. Uh, mensen die elkaar kennen zien elkaar ook op tv uh, en ook mensen die bijvoorbeeld niet in staat zijn om ergens naartoe te gaan, worden uh, in de staat gesteld om toch. Het gevoel te hebben dat ze erbij waren, omdat wij van Unity dat ze op tv brengen en daardoor ook zorgen dat mensen de dingen zien die gebeuren in Wassenaar. Je wil gewoon wel even weten wat er ook in jouw directe omgeving gebeurt. Het is leuk, het is interessant, het is herkenbaar. Ja, en natuurlijk is het belangrijk wat er gebeurt in Den Haag en in New York en ergens anders, maar je wil ook gewoon graag weten wat er om de hoek gebeurt. Ik zit uh, namens Wassenaar uh, in de, de PBO en uh, uh, daar ben ik uh, uh, gevraagd uh, vanuit de levensbeschouwelijke hoek. Ik ben predikant in Wassenaar en um, ik praat mee over uh, uh, de, de dingen van Unity TV uh, op, uh, uh, nou, in de regio met mensen uit Oestgeest, Leiden, Dorp, Voorschoten. En ik vertegenwoordig daar met andere Wassenaar en... Uh, nou, een ontzettend leuke club en heel leuk om er op die manier bij betrokken te zijn. De komende tijd gaan Unity, nu en Wassenaar hard samenwerken aan de zichtbaarheid in het dorp. Vooral dat het belangrijk is dat je toch gaat proberen elkaar te versterken. Uh, laat helder zijn voor de inwoners van Wassenaar: als er nieuwtjes zijn, dat je dat ook naar Unity kunt sturen. En uh, ja, op die manier uh, ja, uh, moet er toch wat meer bekendheid uh, ontstaan. En dat is ook leuk, want ja, op die manier voed je met elkaar een lokale uh, omroep. Uh, en uh, ja, dat is belangrijk. Want ja, op die manier is er betrokkenheid uh, bij wat er gebeurt in je directe leefomgeving. Ja, en die wassenaarders uh, die, uh, ja, zijn heel erg betrokken bij wat er gebeurt in hun dorp. En dan is het mooi dat dat in beeld komt via een lokale omroep.